Topfeiten over de Doberman Pinscher. Welkom in de fascinerende wereld van de Doberman Pinscher, een ras dat bekend staat om zijn loyaliteit, intelligentie en sterke beschermende instincten. Vandaag gaan we dieper in op enkele verbazingwekkende feiten over dit ongelooflijke ras. De Doberman Pinscher, afkomstig uit Duitsland in de 19e eeuw, werd gemaakt door een belastinginner genaamd Louis Doberman. Hij wilde een middelgrote waakhond om hem op zijn rondes te vergezellen, vandaar dat de Doberman-Pincher werd geboren. Dobermans staan bekend om hun intelligentie. Ze worden gerangschikt als het vijfde slimste honderas ter wereld. Dit betekent dat ze snel leren, waardoor ze uitstekend geschikt zijn voor verschillende rollen, van politiehonden tot huisdieren. Hun intelligentie wordt geëvenaard door hun energieniveau. Dobermans zijn zeer actief en hebben regelmatige lichaamsbeweging nodig om ze lichamelijk en geestelijk gezond te houden. Dit maakt ze een geweldige metgezel voor mensen met een actieve levensstijl. Dobermans zijn ongelooflijk loyaal aan hun families. Ze staan bekend als beschermend en zullen niet aarzelen om hun dierbaren te verdedigen als ze gevaar voelen. Deze loyaliteit, gecombineerd met hun intelligentie en kracht, maakt ze tot uitstekende waakhonden. Ondanks hun stoere uiterlijk zijn Dobermans eigenlijk behoorlijk gevoelig. Het is bekend dat het emotionele honden zijn die niet goed reageren op een harde behandeling. Positieve versterkingstraining werkt het beste bij dit ras. Een uniek kenmerk van Dobermans is hun vermogen om met ongelooflijke snelheden te rennen, tot 44 km per uur. Dit, in combinatie met hun uithoudingsvermogen, maakt ze effectieve jachthonden op verschillende werkterreinen. Dobermans zijn veelzijdig. Ze blinken uit in verschillende hondensporten zoals gehoorzaamheid, speuren en behendigheid. Ze zijn ook opgeleid als zoek- en reddingshonden, therapiehonden en geleidehonden voor blinden en slechtzienden. Dobermans staan bekend om hun slanke vacht en zijn gemakkelijk te verzorgen. Ze vereisen minimale verzorging in vergelijking met andere rassen. Eén keer per week snel borstelen is meestal voldoende om de vacht glanzend en gezond te houden. Doberman-pinschers hebben een levensduur van ongeveer 10 tot 12 jaar. Net als andere rassen kunnen ze vatbaar zijn voor bepaalde gezondheidsproblemen. Regelmatige dierenartscontroles en een gezond dieet kunnen ervoor zorgen dat ze een volwaardig en gezond leven leiden. Ten slotte zijn Dobermans, ondanks enkele stereotypen, meestal vriendelijk en goedaardig. Ze worden vaak verkeerd begrepen vanwege hun beschermende karakter en sterke uiterlijk. Met de juiste socialisatie en training kunnen Dobermans prachtige, liefdevolle huisdieren worden. Dus daar heb je het: een kort inzicht in de wereld van Doberman Pinschers. Achter hun sterke en intimiderende uiterlijk schuilt een loyale, intelligente en gevoelige hond, die een uitstekende metgezel kan zijn voor het juiste gezin.